Blijf van mijn spullen! Lach ze af dan! Doe even open, wat is er aan de hand met jou? Nou, ga maar aan je werk. Jongen, ook geen gegiegel, Tos en Emma. Ik hallo. Ben een beetje verliefd. Oh. Ja, die gevoelens van liefde en vlinders, die moet u toch in je eigen buik weten te zien te onderdrukken. Deze les tenminste. Oké, Emma. Ja, er zit nou iemand een beetje een vies geluidje te maken. Wie is dat? Dat vind ik niet leuk. Even niet doen. Wie doet dat? Oké. Hallo, wie is dat nou? Komt ergens daar vandaan. Ik heb er een beetje... Emma, ben jij het? Ja. Sst, jongens, alsjeblieft, Lakisha. Er is niks te lachen. Er is alleen maar ellende op de wereld. Ja, nou wordt hij weer, jongens. Oh, ik word hier zo moe van, hè, echt. Nou zit weer iemand dat geluidje te maken. Ik vind het een beetje, ten eerste, ik vind het een beetje vies geluidje. En ten tweede vind ik het, dat het helemaal niet thuis hoort hier. We zijn lekker aan het werken, toch? Ja. Ja, dus wie doet dat nou? Stop daarmee. Alsjeblieft, andere mensen willen lekker werken, stop daarmee. Lakisha. Ja, nou is het even. Wie is dat? Want ik zit daar, ik kom vandaan. Van Tos misschien. Het is Bailey. Wat? Wat lul je? Bailey, ben jij het? Maar nee. Nou, volgens mij. Bailey, ben jij het? Want dan ben ik klaar mee. Echt. En je zit me onschuldig aan te kijken, dat vertrouw ik niet. Dat jongen, dat denk je wel niet. Hou even je bek. Wat dan? Wat is er nou? Iedereen zit zich hier dood aan jou en niemand durft zijn bek open te trekken tegen jou. Vervelend mannetje. Ik heb zeker. Dat is wat je bent. Nee, we gaan niet. Sophie, we gaan niet lopen schelden. Ik heb geen opvoeding gehad. Hé, Lenja, praat goed dan. Was jij als kind ook al zo? Sst. Dus, ben jij het geluidje aan het maken? Ik ben echt de enige niet hoor. Zielig man. Hey. Wat zielig. Hou jij je bek, man. Wow, waar kom je vandaan? Heb je geen opvoeding gehad? Bailey, wat gebeurt hier nou? Ja, is er een of andere vervelende etter of zo? Een raar mannetje? We gaan niet lopen schelden aan elkaar. Oh, dit is geen schelden voor hem, hoor. Wat dan? Hij ziet dit als een compliment. Oh, ja, hij vindt het leuk om etter genoemd te worden. Hoe genoemd te worden? Etter, je hoort het toch. Ja, etter. Je bent gewoon Wie ben jij eigenlijk? Ik wil deze discussie even hier centraal houden. Nee, maar even serieus. Heb jij geen... Sophie. Ja. Ben jij niet vaak genoeg in de hoek gezet? Wat? Leer je niks thuis? Wat is er nou aan de hand? Wil je aandacht of zo? Jij vraagt hier de aandacht, hoor, met die irritante geluidjes. Je hoort toch dat ik niet de enige ben? Jij bent hier degene die aandacht vraagt, hoor. Ik vraag helemaal... Hou je bek, man. Bailey. Hou je bek, man. Wat denk je? Moet komen of zo? Normaal. Bailey, hallo. Ja. Mag ik heel even? Benny, hallo, mag ik even contact met jou? Ja, ik heb contact met jou. Ik begrijp dat jij dat geluidje net gemaakt hebt, ja? Jawel, dat klopt wel, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft dat gezien. Ja. Wie heeft dat gezien? Priscilla. Wie heeft dat gezien? Hoe kan je dat nou zien? Je weet geen zin wat ik heb gedaan, man. Jongen, Sophie moet ook rustig doen. Bailey moet iedereen... Hé, Anita, hou je bek op. Hoe hier? Wie ben jij? Ja, maar weet je, laat het gewoon met... En jij bent degene die in één keer mee kwam, hoor. Dat is Bailey niet. Oprah. Hou je bek met me. Hou je bek met me. Hou je bek met me. Hé, oh, Bailey. Nee! Jongens, dit is... Pak je mama. Jongens, klaar. Alsjeblieft, ga zitten. Pak mijn schrift op, Hé, doe eens even rustig, Oprah. Ga eens even zitten. Hij moet echt even gaan. Hysterisch gedoe. Jij gaat even zitten. Jij even daar zitten. Jij even hier zitten. Ja? Rustig. Hé, nou heb ik klaar. Raak me niet aan, dat is normaal. Nee, maar je moet niet lopen schelden. Dat ben ik hoef me niet aan te raken. Nee, ik raak jou niet aan. Hé, Bailey, je doet dit, gast. Ja, maar... Fucking normaal, man. Nou ga je niet tegen mij beginnen. Ga maar weer zitten, Jezus. Klaar. Nou, ik had hem eruit Sophie, hoor. Wat hier aan de hand is... Ja. Bailey, ik begrijp dat jij dat geluidje aan het maken bent. Daar wil ik even... We gaan even terug naar de essentie. Klopt dat of niet? Weet ik veel, misschien. Nou, weet ik veel. Wees eens even een kerel. Want ik hoor van Sophie dat jij dat geluidje aan het maken bent. Chill. Oprah. Denk je, Oprah? Nee, dat gaat de serie uit. Blijf van mijn spullen! Blijf van mijn spullen! Lach ze af dan! Klaar. Denk je wel, ik ben je slaap. Huppakee. Oké, goed.
Ik wil even terug naar de essentie. Hoe noem je mij? Teringsnitch. Hoe noem je mij? Moet ik het nog een keer zeggen? Hou je bek. Moet ik het meer zeggen? Nee, hou gewoon je mond dicht. Hé, we gaan niet elkaar lopen schelden en zo en klaar. Kijk, hij gedraagt zich al weken als een etter. Nou noemt hij mij snitch. We gaan geen etter. Omdat ik hier normaal gewoon mijn werk probeer te doen zoals de hele klas. We gaan elkaar geen etter noemen. Ja, maar Sophie, we gaan niet elkaar lopen schelden met etter en weet ik het allemaal. Is dat dan ook tegen Bailey? Maar Bailey, ik wil even serieus op ingaan. Ik merk wel dat er meer mensen een beetje geïrriteerd raken. Kom, zeg maar ja, ja. Hé, hallo, ik ben met jou aan het praten nu. Ja? Ja. Ik heb contact met jou. Volgens mij wel. Volgens ja, volgens praten. Mij ook, hè? Ja, dus volgens mij ook, ja. Ja, je hebt echt een veel te grote smoel. Je moet je echt even inhouden. Je moet klein maken. Ja, maak jezelf een klein mannetje, want je bent helemaal niet zo heel veel waard. Hou gewoon je mond dicht. Hou gewoon je mond dicht. Oké, kunnen we dit afsluiten? Of, nee, deze jongen moet een opvoeding krijgen. Dat is het. Jij bent gewoon niet vaak genoeg in de hoek gezet vroeger. Is dat het? Nee, maar mijn ouders is dat het? Mijn ouders zouden tenminste wel van me. Ja. Oh. Weet je wat? Ga anders even in de hoek staan. Ja, op die. In die hoek, ja. Ga maar even in de hoek staan. Die hoek in. In die hoek, ja. Benny, ga je doen? Ga je, wat ga je de hoek in? Moet je de hoek? Ga je de hoek in? De hoek in? Ja, hij gaat even de hoek in, want dat heeft hij vroeger nog niet vaak gedaan. Hé, Benny, waarom zit je? Ga je de hoek in? Oh, je luistert wel. Hé, wat ben je? Wat ga je doen? Ik snap helemaal niks van. Hij luistert wel naar me. Wat ga je doen? Hoek in de hoek? In de hoek? Maar die kast staat ervoor. Hij moet in de hoek. Maar die kast staat ervoor, dus kan hij doen? Ja, ga dan. Benny, wat ben je aan het doen? Ga eens even zitten, joh. Doe het niet. Hé, de hoek in. Wat doet hij? Hij gaat de hoek in. Ja. Doe. Wat ga je doen? Dat is misschien wel een goed idee. Lekker. Oké. Is het goed? Is het goed dan? Heb je geleerd? Ja. Nee. Nee, dat is niet. Eindelijk, Benny de hoek in. En blijf me daar. Dat is als jij, ik weet een compliment, als jij stil blijft, ja, mag jij de hele les in de hoek zitten. Dat is prima. Ja, met je boek erbij. Sophie, kom je ook even hier, of niet? Nee. Ik lekker mee. Nee, niet lopen. Wil je niet bij me liggen? Hé, hey, jij mag hier in de hoek blijven, maar ik wil niks meer van jou horen, ja? Ik vind het een goed idee van jou. Goed, we moeten nog 40 minuten, dus succes. Goed, we gaan aan onze opdrachten. Sophie vertelde tegen mij dat Bailey het geluidje had gemaakt. Wat vind jij? Is dat nou snitchen of is dat nou gewoon voor jezelf opkomen? Laat het me weten. Like deze video, word abonnee en tot de volgende week. Hoi! Abonneer, like en deel!